Dan ben ik natuurlijk anders hier. Oh, shit. Hey, staan blijven. Kom op. Ah, eentje, meteen binnengekomen. Er zou een ongeval zijn gebeurd. Op een hillside. Ik denk dat er een redelijke gevaarlijke locatie voor is. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD van Amor. Vandaag ga ik op pad met deze nieuwe motor gemaakt door Sys Games. Shout out naar hem. Ja, super vet ding. Hij is niet heel anders. Of ja, voordat ik iets verkeerd zeg. Hij is wel anders natuurlijk dan de andere motor. Maar het is gewoon een BMW motor. Dus het is niet echt een nieuwe Yamaha of zoiets wat ze nu ook gaan gebruiken. In ieder geval wat ook wel super tof is, is dat je nu een reflecterende skin hebt. En dat ga je echt wel zien. Ja, dus dat valt, kijk eens die passade op de achtergrond, daar zie je het heel erg op. En ik denk als je dan hier zo gaat staan en dan ga je hier zo kijken, dan kijk die motor eens opvallen op de achtergrond, zie je? Dus dat is super tof. Deze hebben jullie denk ik wel al gezien of nog niet, maar daar heb ik wel mee opgenomen, dus gaan jullie sowieso zien. Ja, is het niet al geweest, dan komt die nog, dus niet bang zijn. We gaan de nachtdienst in. Voertuigcontrole volgen, politie volgen en politie stop zo fel dat wij het niet zien. En oranje. Nou, super tof allemaal. Shout out nogmaals Sys Games. En ja, wat ook wel leuk is om te laten zien is, dan moeten we even wel een beetje inzoomen. Even kijk, alle knopjes voor zwaarlicht en sirenes zitten er ook op. Navigatieschermpje, statusscherm, alles erop en dran. Super vet. Ja, let's go. Kijk, de eerste melding van vandalisme. Die is redelijk ver weg. Geeft u alsjeblieft prio 2. Een prioriteit 2 melding. Even een beetje gebruik maken van de vrijstelling. Ik ga een beetje weer inzoomen. Het is mistig, dus daar moeten we echt mee opletten. Ja, deze video heb ik gisteren opgenomen. Dus het klinkt heel raar wat ik nu ga zeggen, maar voor jullie is het gisteren geweest. Het was echt last minute allemaal. Jullie hebben gisteren daarom ook mogen stemmen op Instagram. Wat ik ging gebruiken, B-klasse of de nieuwe motor. En het is de nieuwe motor geworden. Dus ja. Voor de mensen die denken van, ik heb het heel veel niet voorbij zien komen. Ja, op het moment dat ik ging opnemen heb ik de poll weer verwijderd. Was het eindresultaat dus duidelijk de nieuwe motor, 78%. We komen al snel in de buurt. Links is vrij, rechts is vrij. Jullie hebben natuurlijk de lichte motor een paar dagen terug nog gezien. Of een paar dagen misschien alweer. Oh, schakelde motortje. Misschien alweer een week geleden of twee weken geleden is het allemaal rap gegaan. Was in ieder geval met die vrouw die 112 belde omdat ze een pizza wilde bestellen. Nou, daar zat een heel verhaal achter. Die gaan jullie binnenkort vast en zeker nog wel eens zien. Ik weet niet meer welke melding het was, dus hetzelfde geld krijg ik hem dadelijk nog eens. Even kijken. We zijn er. Geen strafbaar feit op dit moment waargenomen. Goed. Zo, dat is wel een strafbaar feit. Hey, kom op jongen. Doe het even normaal. Hey, stop bus. Waarom sla je het voertuig? Het staat op een niet parkeerzone. Ja, dat betekent niet dat je het mag slaan, hè. Vandalisme is een misdaad. Is dat zo? Ja, dat is zeker zo. Waarom denk je dat ik anders hier ben? Ah, shit. Hey, staan blijven. Kom op. Staan blijven. Zet de volgende te voet. Andere verdachte loopt ook nog daar rond. Ja. Staan blijven. Zo. Ik krijg hem zo te pakken krijgen. Ik krijg hem zo niet, dan gaan we even. LSPD, don't make me shoot you! Collega's, daar loopt nog iemand rond. Goed, je bent aangehouden. Niet te onverplicht. Vandalisme. Je hebt recht op advocaat.
You ain't never getting out of prison. Als je daar gebruik van wil maken, dan mag dat. Als je er geen gebruik van maken, is dat jouw recht. Ga je fouilleren of er andere dingen bij hebt die je niet bij mag hebben. Als het zo is, mag je dat me nu al vertellen. Hij zwijgt. Ja, maar eens kijken. Een gestolen ID-kaart komt er ook nog bij, want dat is blijkbaar niet jouw ID-kaart. Ik zie er twee. Goed, je gaat even met mij meelopen. Naar de overkant. Ja, even kijken of je kameraad daar ook nog staat. Anders heeft hij geluk gehad. Jij begon als eerste te rennen. En we gaan even een sprintje trekken. Nou, hij staat nog netjes bij mijn motor te wachten, zo te zien. Ja, goed. Je gaat hier blijven staan, ja? Jawel. Was jij die andere? Ik weet het oprecht niet meer. Het zou zomaar eens kunnen. Ik wil in ieder geval even naar die kaart. Ik denk het wel. Moeten we de beelden van de body... van de bodycam straks maar eens terugkijken. Ik zou zeggen van wel, hè. Hij staat hier alleen koffie te drinken. En je neemt aan dat het hem wel is. Je bent in ieder geval aangehouden van vandalisme samen met je kameraad. Ik ben niet te onverplicht. Verplicht. Rechter om advocaat. We daar gebruik van maken. Ja, goed. Ik ga nog even fouilleren of je dingen bij hebt die je niet bij mag hebben. Had ik die... Die heb ik ook gepakt, die crownbar. Of weet dat? Breekijzer, noem ik het maar even. Oké, een zakmes. Dat is in principe Nederland illegaal. In Amerika is het blijkbaar nog net legaal. Ik ga een transportje voor beide heren. Multitransport is... Hier is wel wat schade te zien op de bovenkant. 12.05, ik ben onderweg. Dat is verhoord. Maar daar houdt het ook verder bij op. Ja, er is genoeg parkeer. Er zijn genoeg parkeermogelijkheden. Ik ga het kenteken in ieder geval even scannen. Ga ik de eigenaar in kennis stellen. Vervolgens zal ik ook een bekeuring uitschrijven. 02 Zulu Alpha. Hij gaat zonder... De bestuurder heeft een ingevorderd rijbewijs. Maar daar kan ik hem wel niet op pakken. Bekeuring staat bij deze in het systeem op naam. Of op kenteken. Alleen transportbusje komt niet deze kant op. Je moet hier zijn. Ik hou de 8 ingedrukt, dan zou het ook moeten komen. En druk. Ja, dat is ook niet slim. Transportbusje, kom als goed. En dan crasht. Was in ieder geval zo meteen. Oké, daar ben ik weer. Ik zal nog eens even dit voertuig aan de kant zetten. Ik weet niet of ik hem nu nog kan vragen of haar. Nou, die gaat er vandoor. Certervolging, zwarte SUV. In verband met dat ik op de motor zit, kan ik niks doen. De Zulu vliegt erboven, die had hier net een melding. Dus die hangt hier boven, dat is wel handig. Nou even. Snel tussendoor, uitstappen. Kom. Hoppakee. Goed. Omdraaien, hand op je rug, je bent aangehouden, negeren, stopteken. Burnout gaan we nog onderzoeken. Kan ik je artikeltje 5 vergeven? Die gaat neerst. Oh, nee. Ga een transportje deze kant op en een voertuig af laten slepen, want ik kan niet blijven staan. Ja, het transportbusje nu wel snapt. Dat is wel een nadeel van een motor. Je bent natuurlijk... Loopt die nou weg? Die is nou weggelopen, of niet? Die was erg hard.
Dat transportbusje komt weer niet deze kant op. Kom maar, staan blijven hier. Attention all units, we have a traffic alert on Del Perro Freeway. Kijk eens, hier is hij. Alsjeblieft. Ja, ik zal hem even aannemen. Prio 1, melding. Verkeer moet worden opgehouden. Er is waarschijnlijk, even kijken, drive to the, ja, okay. Slow down the traffic, dus ik moet het verkeer ophouden, afremmen. In verband met een gevaarlijke situatie op de snelweg, kan zijn tot het ding op de snelweg liggen. Of in een bocht in dit geval, want ik heb de melding al een beetje ingelezen toen net. In de bocht is een ongeval gebeurd. En als het verkeer dan met 130 aankomt gereden en dan vol in de remmen moet, is dat heel gevaarlijk. Waarschijnlijk is het ongeval ook niet op de vluchtstrook gebeurd. Dus vandaar dat wij nu slingerend over de snelweg moeten gaan. Dat betekent niet dat ik dronken ben. Dat betekent dat ik gewoon van links naar rechts het verkeer op ga houden. Dit is verdomde moeilijk met een motor. Ik moet eigenlijk gewoon kijken waar ze gaan rijden, hè. Deze gaan nu rijden, die staan wel stil. Max het tot 10 miles per hour. Maar ik moet ook voor me kijken natuurlijk. Het gaat nog goed. Ja, in het echte leven snappen de mensen echt wel dat ze gewoon niet een voorrangsvoertuig moeten gaan inhalen. En jij helemaal niet. Je krijgt een enorme van als je het toch doet. Maar goed, het blijft GTA. Als je nu voor mijn auto zit, nou dat is zo dan. Dan knal ik er vol op, maar dat maakt niet uit. Maar we zijn er al bijna. Dit is daar zo achter. Ik vraag me eigenlijk wel eens af wat er zou gebeuren als ik nou niks doe, als ik gewoon vet hard vooruit ga rijden, of er dan echt ongelukken gaan gebeuren tot auto's er allemaal opknallen, tot je staat mission failed ofzo. En we zijn er. Ik ga even kijken of ik hier hulp kan bieden. Goedendag. Hoi. Lukt die? Ja. Welk voertuig is voor ongeluk die überhaupt? Het zal niet de ambu zijn. Ik denk... oh, dat is gevaarlijk. Ik denk dat het een voetganger is die hier liep ofzo. Oké. Ik druk op end. Of ik rij gewoon weg. Melding ten einde, dankjewel. En we gaan er even door, niet te lang, want ik heb
helaas ook heel veel dingen te doen vandaag. Maar ik wilde jullie eigenlijk het niet... Of ik wilde het niet maken om geen video morgen online te zetten. Of ja, vandaag online te zetten, zeg maar. Dus ik dacht, ik neem nog even een stukje op. Maar niet te lang. Oh shit, zonde. Ik heb iemand achter mij rijden waarvan ik flink het idee heb dat hij rijdt onder invloed. Ik denk dat ik hem even een mooi plekje ga geven om te stoppen. Oeh, dan knal ik bijna op een tanker. Laat ik die even blazen. Drugstestje afnemen, dat hebben we allemaal. Goeiedag, schotel. We gaan even een rijbewijs zien. Ik doe dat altijd op die manier. Marcus Martelli, dankjewel Marcus. Hey, heeft u iets gedronken? Ja, wil je ook wat? Nee, dank je meneer. Heeft u ook drugs gehad? Nee, oké. Okay. Goed. Even denken. U mag even voor mij blazen. En doe ik met shift ook. En dan blazen tot ik stop zeg. Blazen, 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 blazen. Oh, maar... Oké. Okay. Maar gewoon nog even een speekseltest afnemen. Even speeksel hier. Ik weet niet hoe dat werkt. Nog op een stokje. Goed. Oké, okay, mag voor mij uitstappen. Hij heeft namelijk te veel gedronken. Ik denk dat ik bij deze ben aangehouden. Verrijden onder invloed. Even rapid eye movement. Ik ben niet de verpleegrechter, maar advocaat wil er gebruik van maken. Kunnen nu voorlopig krijgen toegewezen van het Openbaar Ministerie. Ga het transportje deze kant op en de auto met nog draaiende motor zal ik even hier parkeren. Sleutels geef ik aan jou. Een rap dingetje. En sleutels geven aan een collega. Ga even fouilleren snel. Hallo? Ik zeg dat je niks bij hebt. En ik crash, ja dat was niet zo slim. Blijven we nu voor altijd fouilleren. Goed. Prio eentje meteen binnengekomen. Er zou een ongeval zijn gebeurd. Op een hillside. Dus ik denk dat er een redelijk gevaarlijke locatie is. Zo, ik was hartstikke dood geweest nu. Maar GTA motoren kunnen alles aan. Ik ga de sirene aanzetten. Het is natuurlijk een prio 1. En dan kom ik weer geen voorrangsvoertuig met alleen blauw. Maar het is ook mistig. En mensen zien mij slechter, maar horen mij meestal dan wel goed. Zeker in de nacht. En een motor heeft in principe ook een versneller, maar dat vind ik zo lelijk. Hoor je? Nou, hij heeft hem gewoon. Maar ik gebruik hem nooit. Heet hem nu even... Ja, het kan dus wel. Ik heb er filmpjes van gezien. Ik dacht ook dat het niet zo was, maar... Ja, het was wel zo. Schakelen, ja lekker man. Even de toeters en bellen eraf. Ja, in ieder geval even het geluid eraf. Want ja, hier slapen natuurlijk mensen, dus midden in de nacht. Brandweer en ambulance plaatsen. Wie gaan we eerst praten? Hallo. Hallo meneer, kun je me een run geven? Hallo agent. Toen ik uit de plaats kwam, ze vertellen, slaaf van
Okay, then speak with first, like my time, always talk to the victim first and then suspect the victims behind the ambush suspects. Well, like my, I always talk to the victim first and then suspect the victims behind the ambo and the suspect ergens anders. Oh, hier ligt er een. Okay, dankjewel agent. Of paramedic. Even kort, zei, iemand heeft iemand aangereden, de eentje vloog naar beneden, gelukkig niet helemaal omlaag, die ligt hier. Ik ga eerst met het slachtoffer praten, dat is deze meneer in het groen. En dan ga ik praten met de verdachte. Hallo, hoe gaat het? Ja, niet zo goed, want je ligt hier op de grond en om help je niet. Niet heel slecht, agent. Het had slechter kunnen aflopen, maar gelukkig de AMBO, de ambulance, was hier in een paar minuutjes. Oké, meneer, kunnen we nou precies vertellen... Kunnen we nog iets vertellen wat de ambulance me niet heeft verteld? Nee, agent, de informatie die ik hem heb gegeven is alles wat ik eigenlijk heb. Oké, dankjewel meneer. Is de verdachte in dit geval dan even disrespectvol naar je geweest in gewoon? Nee, agent, hij was eigenlijk heel erg sorry over de hele situatie. En hij is heel aardig tegen mij en tegen de ambulance geweest. Oké, dankjewel meneer. Gewoon even hier wachten en... je hoort het nog. Ik ga wel even buiten laten blazen. Ook al is het één iemands fout, boom, is blazen. Goed, hoi. Howdy, sir. Hoe gaat het? Niet zo slecht, agent. Ik geef toe, ik was een beetje te hard aan het rijden en ik heb de arme man geraakt. Oké, dat is goed, meneer. Ik check gewoon even of alles goed is. Je kunt doorgaan. Blijf. Wat? Ah ja, even voertuigcontrole van zijn auto. Neem ik aan dat het deze is. 4-3, ja. Ah nee. Stolen. Owners. Stolen. Oké. The suspect has stolen the vehicle. Arrest him and get the vehicle towed. Mag even omdraaien. Het voertuig is namelijk gestolen. Mag omdraaien zeg ik. Je rijdt in een gestolen voertuig. Je hebt ook een ongeluk veroorzaakt. Niet zo handig. Gaan we nou allemaal wegrijden? Was dit hem al? Oh zeg, ga een transportje deze kant op voor een gestolen voertuig. Sorry, voor een verdachte. En een takelwagen voor twee kapotte autootjes. Dat is verhoord. Ah, die is al weg. En hij rijdt geloof nog met een... ah ja, maar dat klopt dan niet. Want op het kenteken stond dat de eigenaars... tot de... rijbewijs van de eigenaar was ingenomen, maar hij stond ook gestolen, dus hij is niet de eigenaar, dus zijn rijbewijs was niet ingenomen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken, ik hoop dat jullie een leuke video vonden, ondanks ja, eigenlijk niks. Ik zie jullie graag over 2 dagen bij een nieuwe video en ik zal even heel snel voor jullie kijken wat dat is. Even geef me een seconde of 2, geef me een seconde of 2, geef me een seconde of 3, geef me een seconde of 4, 5, 6, over 2 dagen is 27e. Dat betekent dat jullie gaan zien een video met de Zulu. En dat heeft heel lang geduurd, maar ik kom weer. Een video met de Zulu. Tot dan. Doei.